Nou, welkom bij mijn laatste twee vlogs, nummer 7 en 8. Ik heb het onderwerp jonge paarden gekozen. En in eerste instantie was het gewoon mijn bedoeling om daar één vlog over te schrijven. Van welk zadel gebruik je voor een jong paard? Maar ja, die vraag is natuurlijk heel moeilijk te beantwoorden. Bovendien gaat er natuurlijk een heel traject aan vooraf bij een jong paard, voordat het überhaupt bereden kan worden. Dus ik dacht toch dat het belangrijk was om dat deel mee te nemen. Nou, ik heb weer een aantal professionals gevraagd om daar ook eens in mee te denken. Linda Verdiepen heeft mij in gesprek wat verteld over het driejarige paard en ook het veulen. En wat daarvoor nodig is aan management om het eigenlijk al een goede start te geven. En daarna ga ik met Mireille gaan we verder hoe je vanaf de grond al een paard kan voorbereiden. Voordat je er überhaupt op gaat. En dan zal ik zelf een stuk over het zadel vertellen. En dat doen we dus in twee vlogs, anders wordt het gewoon heel erg lang. Nou, voordat ik aan de beurt ben dus als zadelpasser, merk ik dus dat er tussen de jonge paarden heel veel verschil zit. Maar het belangrijkste eigenlijk is dat ik zowel natuurlijk bij een jong paard, maar dat geldt natuurlijk ook bij een volwassen paard, dat je een goede, gezonde voedingstoestand wil hebben. Dat het paard er gezond in zijn vel zit. En dat is heel bepalend voor de bovenlijn. Dus ook als veulen moet hij al genoeg bewegingsvrijheid hebben. Hij moet maatjes om zich heen hebben. Zodat hij zich veilig voelt en thuis voelt. Dat elkaar bekrabben bij de schoft is gewoon heel belangrijk. Daarnaast moet ook de hoeven goed in de gaten worden gehouden. Omdat dat toch ook wel heel veel rugproblemen voorkomt. Of andersom, rugproblemen uiten zich dan ook weer in de hoeven. Dus eigenlijk de hele opvoeding van het paard, het jonge paard, is al van belang voordat hij bij jou op stal komt te staan. Daar gaat natuurlijk wel de hele voedingscyclus gewoon door. Dat hij alsnog genoeg bewegingsvrijheid krijgt. Hij gaat natuurlijk van misschien weidegang naar stalmanagement. Ook daarin is natuurlijk stilstaan niet echt heel bevorderlijk voor de ontwikkeling en met name de groei niet van een jong paard. Die beweging blijft gewoon heel belangrijk, dat een paard sociaal beweging heeft. Veel kouwmomenten, dat schijnt ook heel ontspannend te zijn. Stressverlagend eigenlijk zou je kunnen noemen. Om eigenlijk voordat je het überhaupt het paard laat beleren, dat dit stuk voor elkaar is. Als het paard niet in de goede voedingstoestand is, dus niet al eigenlijk met een goede gevulde bovenlijn en de juiste houding. Dan is het eigenlijk ook al mogelijk om te starten met het beleren van het dier. En ik denk dat je dat als paardeneigenaar toch wel echt wel heel erg van bewust kan zijn. Dat je dat stukje voor elkaar hebt voordat je überhaupt iets van het paard gaat vragen. Zometeen gaan we naar Mireille den Hoed van de Takt Academy. Ik werk natuurlijk regelmatig met haar samen. Ik heb ook al eerder een vlog met haar gedaan. Hun manier van werken en trainen en omgang met paarden spreekt mij gewoon heel erg aan. En ik denk dat dat een hele goede manier is om je paard gezond te houden. Zij hebben ook veel ervaring met jonge paarden opleiden. Vandaar natuurlijk ook wel weer een uitgelezen moment om met hun aan het woord te laten. En te laten zien hoe je kunt beginnen. Je kunt natuurlijk zelf je eigen paard opleiden, maar je kunt het ook laten doen. En dit is een hele mooie manier ervan. Dit is in ieder geval in vlog 7 wat we laten zien. En dan de volgende keer in vlog 8 komt het zadel aan de beurt. Dit is Mats. Mats is een 3,5-jarige ruin. Die staat nu een paar maandjes bij ons op stal. En daar zijn wij kort geleden mee begonnen om hem alles te leren. En alles leren is in eerste instantie gewoon hem leren om netjes met mij mee te lopen. En dat doe ik vanaf allebei de kanten. We stappen straks, als het zover is, ook op vanaf allebei de kanten. En stappen ook af vanaf allebei de kanten. Dus we bereiden hem voor dat het vanaf allebei de kanten oké is dat we iets bij hem doen. En ik ga jullie laten zien hoe dat eerste stukje werkt. Dus ik ga gewoon een stukje met hem lopen. Het idee is als ik loop dat hij meeloopt. Op het moment dat ik stop moet hij stoppen. En als ik achteruit loop moet hij achteruit lopen. En dat vanaf allebei de kanten. Dus op het moment dat ik vertrek, ik wil dat hij meeloopt op het moment dat ik ga lopen. Ik breng wel zo mijn handjes naar voren om hem te helpen. En op het uitademen, ik doe heel bewust uitademen, wil ik dat hij stopt. Als ik naar achter loop, weet ik dat hij mee naar achter loopt. Zou hij dat niet genoeg doen, dan heb ik hier aan mijn zweep een plasticje. En dan gaan we naar voren. Dus het zweep en het plasticje is bedoeld om even nog iets duidelijker te maken
als ik het nog niet helemaal begrijp. Maar hij kent het eigenlijk al heel erg goed. Dus ik hoef het bij hem niet te doen. Je ziet dat hij echt gewoon super met mij meegaat. En de uitademing stopt. En het werkt gewoon ideaal. Ik ga strakjes met hem aan de hand werken. Dan zijn de hulpen hetzelfde. En als ik onder het zadel met hem ga werken straks, dan wil ik ook dat hij op mijn uitademing gaat stoppen. Dus dat is iets wat ik gewoon constant blijf doorvoeren. Dus dat is voor ons een heel belangrijk iets om ze te leren. Je bent dus met dit 3,5-jarige paard begonnen. Wat je me net al even uitlegde is dat je eerst verwacht dat hij gewoon rustig aan de hand met je meeloopt. Maar nu wil ik graag weten hoe je dat doet. Je gebruikt een halstertouw, omdat je iets meer inwerking hebt. Ja, touwhalster. Touwhalster. En natuurlijk dan een halstertouw. Ja, met een vrij lange lead rope. Omdat als hij een keer zou wegspringen, dat ik dan niet een kort touwtje heb. Dus ik heb echt bewust een langer touw eraan. En ik heb een zweep met in dit geval een plasticje, maar dat zou ook bijvoorbeeld een zakje kunnen zijn. Ja. Ik wil niks doen met kracht. En dit helpt mij om hem wat meer attent te maken als ik hem iets vraag en als hij bijvoorbeeld of niet oplet of hij begrijpt het niet. Ja. Ja. Nou, daar gaan we zo meteen een stukje van laten zien. Ja. Merk je al bij een jong paard dat hij bijvoorbeeld tussen links en rechts verschil zit? Ja, absoluut. Jonge paarden vinden het vaak dingen vanaf de linkerkant makkelijker dan vanaf de rechterkant. Hij vond het in het begin ook heel spannend als ik aan de rechterkant van hem kwam. Als ik hem aanraakte aan de rechterkant, maar ook als ik met hem ging lopen terwijl hij links van mij liep. Dat heeft hij echt moeten leren. En dat zie je bij heel veel paarden dat ze daar duidelijk een voorkeur in hebben. Ja. Dus je traint beide kanten dus? Ja, wij vinden het heel belangrijk dat hij vanaf allebei de kanten oké is. Dus ik leer hem ook aan allebei de kanten naast mij te lopen. Straks met rijden willen we ook dat we aan allebei de kanten kunnen opstappen en afstappen. Voor zijn balans, maar ook voor zijn mentale gesteldheid. We vinden het gewoon belangrijk dat hij het gewoon echt oké vindt vanaf allebei de kanten. Ja. Ja. Je loopt nu langs de wand. Is daar nog een bedoeling van? Of zeg je van, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit? Ja, daar is wel een bedoeling van. Want als ze nog onwennig zijn of ze kennen dit helemaal niet, dan is het voor hen makkelijker omdat ze een soort steun hebben aan de wand. Maar als hij zeg maar door me heen zou lopen, dan kan ik hem ook makkelijker remmen op de wand. Dus, en ik sluit hem een beetje op tussen de wand en mij en dat is voor hem wel prettig. En ik kan hem daarin makkelijker corrigeren. Dus ja. Als ik hem naar achter vraag, dan zal hij op deze manier makkelijker recht achterwaarts gaan. Ja. Als dat ik hem in het midden zomaar ergens achteruit laat gaan. Ja. En contact maken, hè? Dat is eigenlijk het belangrijkste, denk ik. Ja, en dit paard was heel erg in zichzelf gesloten. Hij was heel erg in zichzelf gekeerd. Hij vond het heel moeilijk om zich te uiten en om contact te zoeken. En we zijn nu meerdere weken met hem bezig en het is gewoon echt een heel outgoing paard geworden. En dat is ook heel leuk om te zien hoe zo'n paard verandert als je ermee werkt. Ja. Ja, en het is eigenlijk allemaal natuurlijk ter voorbereiding dat eigenlijk de overgang straks naar een zadel makkelijker wordt met gewicht en... Ja. Nu train je natuurlijk wel, nu alleen maar gehoorzaamheid, hè? Ja. Ja, nog verder vraag je nog niks aan balans. Dat hij focus op mij heeft en gehoorzaamheid en vraag hem voor de rest nog helemaal niks. Nee. Nou, duidelijk. Ja. Dankjewel. Goed zo. Goed. En ik leer hem. Ja. Naar me toe. Ja. Moeten volgen. En halt als ik wil dat hij haalt. Ging je iets te ver door? En dan moet je even denken. Gaat hij de verkeerde kant op? Nu stop ik hem. Dan zet ik hem achteruit. Mijn energie is omhoog. Ik sta zelf rechtop. Nu maak ik mezelf weer klein. Mag hij me weer volgen? Ja, we moeten elkaar taal leren spreken. Zo. Goed. En als ik hem niks vraag, dan moet ik gewoon naar hem toe kunnen lopen. En dan moet het gewoon oké zijn als ik hem overal aaien. Dan moet hij gewoon blijven staan. Ik vraag hem niks.
Ja, nou ziet hij met zijn rechteroog verschijnen. Dan moet hij allemaal oké mee zijn. Om hem heen lopen. Hij moet oké zijn met dat ik hem over me aanraak. Nou, als de communicatie tussen mij en het paard goed is, dan gaan we naar een volgende stap en dat is werken aan de hand. Voordat we aan de hand gaan werken, wij rijden met een bit, dus ik werk ook aan de hand met een hoofdstand met een bit. Maar het is natuurlijk belangrijk dat zo'n paard ook alle kans krijgt om aan zo'n bit te wennen. Dus het is niet zo, hoofdstand in en we gaan aan de hand werken. Hè. Voordat we aan de hand gaan werken is er al van alles aan vooraf gegaan dat hij oké is met het bit. We leren hem dat hij zelf gewoon het bit pakt. We gaan eerst gewoon met het bit in, gewoon met hem wandelen, terwijl het hals er ook nog om is, zodat er geen druk op de mond komt. Dus dat gaat allemaal heel geleidelijk aan. Wat ik belangrijk vind aan een hoofdstal is dat hij natuurlijk goed past. Wij halen de sperrim er altijd af. De sperrim is bedoeld om de mond te sperren. Ik zou niet weten waarom je de mond van een paard dicht zou willen houden. Dus... hele grote releases hier. Dus de sperrim haal ik er altijd gelijk af. En de neus zit heel los. Dat waren de honden. De neus zit altijd heel los, zodat het paard alle vrijheid heeft om zijn mond open te doen en de kaak te bewegen. De keelriem is natuurlijk gewoon mooi los. Ik werk over het algemeen het liefst met een dubbel gebroken trens. Maar daarin heeft ook het paard het laatste woord. Als een paard het niet prettig vindt, dan gaan we uiteraard op zoek naar wat een paard wel prettig vindt. Maar dit paard is heel erg oké met zijn dubbel gebroken bitje. Nou ja, wat is nou werk aan de hand? Werk aan de hand is eigenlijk niets anders als een paard dressuurmatig trainen. Alleen we zitten er niet op, we werken hem aan de hand. Niet in mijn benen bijten. En dat gebruiken we bij de jonge paarden als voorbereiding op het rijden. Dus ik ga het paard aan de hand al leren om zijn balans te vinden. Daar ga ik hem al in helpen. Ik ga hem aan de hand leren om sterker in zijn lijf te worden, om buigzaam in zijn lijf te worden. En om zo goed in balans te komen dat hij ons straks kan gaan dragen. Want uiteindelijk gaat dit paard een rijpaard worden. Ik heb net gezien dat je een stukje aan het werk aan de hand hebt gedaan. Mijn vraag is, wat heb je precies gedaan en wat is je uitgangspunt? Ja, bij zo'n jong paard doen we eigenlijk twee belangrijke dingen. Ik zorg dat het gewicht wat al meer op de voorhand is, dat dat gelijkmatig verdeeld wordt over beide voorbenen. Dat noemen we de verticale balans. En ik zorg dat er voldoende activiteit is vanuit het achterbeen naar mijn hand toe. Dus ik vraag het paard echt al naar mijn hand toe te komen vanuit het achterbeen. Wij willen niet dat het paard inknikt op het bit, dus wij vragen het paard niet naargeeflijk met de hand. Want hij kan daar heel lekker zo afknikken en dat voelt misschien heel fijn. Maar dan kan de rug nog steeds naar beneden zijn. Dus nagevelijkheid ontstaat vanuit het achterbeen, vanuit activiteit en vanuit verticale balans. En dat is wat ik zo'n jong paard leer. Hoe kun je voelen of die welk been leunt, welke balans die heeft? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is je gevoel ontwikkelen. Als het heel groot is, dan voelen we dat allemaal wel. Want dan, stel dat ik dit met hem zou doen zo aan de hand, dan zou hij heel erg mij bijvoorbeeld wegduwen naar één kant. En dan is het heel duidelijk. Maar dat is gewoon echt leren voelen wanneer het klopt. En op het moment dat het klopt, dan zal een paard gaan nageven. Elk gezond paard, hoe jong ook, als hij fysiek in orde is, zal een paard nageven als die balans klopt en er is voldoende activiteit. Ja. Dus dat is eigenlijk het bewijs. Dat ligt naar links. Gewicht naar rechts. Gewicht naar links. Gewicht naar rechts. Gewicht naar links. Goed zo. Gewicht naar rechts. Gewicht naar links. Gewicht naar rechts.